Oké, dag allemaal. Vandaag gaan wij de moeilijkste les van het derde leerjaar zien. En dat meen ik echt. We gaan cijferend delen. En dat is super moeilijk. Echt waar, want je moet daar alles voor kunnen. Je maaltafels, je deeltafels, min, logisch nadenken. Dus je gaat er je kopje moeten bijhouden. Maar we gaan eerst nog een keer iets herhalen. In het begin van het jaar hebben we gezien dat we getalletjes kunnen delen en dat dat perfect uitkomt, maar ook dat dat niet altijd perfect uitkomt. Bijvoorbeeld, hoeveel keer kan 3 in 14? Dan doe je eigenlijk 14 gedeeld door 3. Maar 14 zit niet in de tafel van 3. Welk getalletje zit er wel in de tafel van 3 en is kleiner dan 14? Inderdaad, 12. Dus eigenlijk moet je denken, 12 gedeeld door 3, dat is 4. Maar ik heb wel een rest van 2, omdat ik een ander getalletje heb gebruikt. Dus 4 kan 3 keer, 3 kan 4 keer in 14, maar dan heb ik er nog 2 over. Hoeveel keer kan 6 in 38? Ja. Ik zoek een kleiner getal dat wel in de tafel van 6 zit, namelijk 36. Hoeveel keer kan 6 in 36? 6 keer. Maar dan heb ik wel een rest van 2. Want ik heb 36 gebruikt in plaats van 38. Hoeveel keer kan 5 in 29? Wel, 29 zit niet in de tafel van 5. Welk getal zit er wel in de tafel van 5 dat kleiner is? Dat is 25. Dus ik weet al, als ik mijn rest straks heb, dat dat 4 is. Want ik heb 25 gepakt in plaats van 29, dus ik heb 4 over. En hoeveel keer kan 5 in 25? 5. Waarom herhaal ik dat nu? Wel, omdat we dat straks zullen nodig hebben. We zullen ook moeten nadenken naar getalletjes die kleiner zijn om in de deeltafel te passen. En dan gaan we nu beginnen aan de vrees van het derde leerjaar. Dit is de oefening die we moeten oplossen. 393 gedeeld door 3. We gaan dat niet uit ons hoofd doen, maar we gaan dat met een cijferoefening doen. Dit is hoe een cijfervak van delen eruit ziet. Hier hebben we ons deeltal. Dit is onze deler. En hier, in deze vakjes, zal onze oplossing moeten staan. Nu, voor we beginnen, gaan we altijd eerst de maaltafel van het getalletje hier opschrijven. En we gaan dat ernaast doen. Hier dat 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Want dit gaan we straks nodig hebben. Jullie hebben het misschien al gezien, maar in jullie blaadje stond er ook een ballon. En die ballon die gaat ons eigenlijk helpen. Zo. Die ballon toont welke stapjes wij straks zullen moeten doen in ons delen. Eerst zullen we het getalletje moeten delen. Daarna gaan we gaan controleren met onze maattafels. Dan gaan we min moeten doen. En dan zullen we iets moeten laten zakken. En dat ga ik nu eens uitleggen. Ik ga altijd bij een deling starten bij de honderdtallen. En ik ga dit getalletje delen door het getal dat hier staat. Maar ik ga niet zeggen het deel door. Ik ga vragen hoeveel keer kan 3 in 3? 3 kan 1 keer in 3. Ik ga maal controleren.
1 maal 3 is 3. En ik schrijf dat hier op. Ik doe min 3 min 3, dat is 0. En ik laat mijn volgend getalletje zakken. Tot ik op hetzelfde lijntje ben. Dan begin ik aan mijn volgend getal. En ik begin opnieuw van boven. Delen. 9 gedeeld door 3. Of hoeveel keer kan 3 in 9? Ik kijk in de tafel. 3 kan 3 keer in 9. Ik doe maal. 3 maal 3 is 9 en ik schrijf dat eronder. Dan doe ik min. 9 min 9, dat is 0. En ik laat het volgende tandetje zakken tot ik op dezelfde lijn ben. Voilà. Ik start weer bovenaan aan mijn ballon. Delen. 3 gedeeld door 3. Of hoeveel keer kan die 3 en die 3? 1 keer natuurlijk. Ik doe maar. 1 maal 3 is 3. Ik doe min. 3 min 3. Dat is 0. En ik kijk of ik mijn getal kan laten zakken. Nee, ik kan geen getaltje meer laten zakken. Ik ben klaar. Dit is mijn oplossing. Dit noem ik het quotient. Dit is wat ik over heb. De rest. In dit geval is het niks. Je moet stapje per stapje werken. En nadenken hoeveel keer kan een getalletje in wat er hier staat. Ik ga nog een paar voorbeelden doen, zodat je ziet hoe het werkt. Wat ik eerst ga doen, is dat opschrijven. Daarna ga ik de maaltafel van 5 ernaast schrijven. Voilà. 1 maal 5 is 5, 2 maal 5 is 10 enzovoort. Daarna ga ik beginnen aan mijn deling aan de hand van mijn ballon. Ik werk stapje per stap. Ik start met delen. 7 gedeeld door 5. Hoeveel keer kan 5 in 7? Ik kijk hier, 7 ligt hier tussen, staat maar 1 getalletje boven. Dus 5 kan 1 keer in 7. En ik schrijf dat op. Maar 1 maal 5 is 5. Schrijf het op. Dan doe ik min. 7 min 5, dat is 2. Voilà. En ik laat het volgende getalletje zakken. Zo. Nu heb ik niet 0, maar 20. En ik denk na. Ik begin het terug hier. 20 gedeeld door 5. Hoeveel keer kan 5 in 20? Wel, we kijken naar hier. Hoeveel getallen zijn dat? 4. 5 kan 4 keer in 20. Dan ga ik maal doen. Control. 4 maal 5 is 20. En ik schrijf dat daaronder. Dan moet ik min doen. Min. En ik denk 20 min 20, dat is 0. Voilà. En ik laat mijn volgende getalletje zakken. Tot ik op dezelfde lijn terechtkom. Oké,
Dan denk ik na. Ik begin terug boven na. Delen. 4 gedeeld door 5. Hoeveel keer kan 5 in 4? 0 keer. Als ik er maar 4 heb, kan ik geen 5 dingen wegpakken. 4 ligt hier. Dus dat is kleiner dan 1 maal 5. 0. Ik doe maar. Tweede stap. 0 maal 5 is 0. Min 4 min 0 is 4. En ik kijk, laten zakken. Ah, ik kan niet meer laten zakken. Ik ben klaar. Dit is de oplossing. 140 kan 5 keer in 704. Maar dan heb ik wel een rest van 4. Dit is dus mijn rest, wat ik over heb. Als ik 5 maal 140 plus 4, dan zou ik aan 704 komen. 5 maal 140 is gewoon 700. Dit is mijn rest. Ik ga nog een voorbeeldje maken. Door 6. Wat ik eerst ga doen, is de maaltafel van 6 ernaast schrijven. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 44, 60. Voilà. Die kan mij straks helpen als ik het niet zo goed doe. En dan ga je terug starten bij de honderdtallen volgens mijn ballen. 8 delen door 6. Hoeveel keer kan 6 in 8? Ik kijk, 8 ligt hier. De 6 kan daar maar 1 keer in. Ik schrijf dat op. Maal. 1 maal 6 is 6. En ik schrijf dat op. Min. 8 min 6 is 2. Voilà. En ik laat mijn volgend getal zakken tot het op dezelfde lijn staat. Zo, 21. Ik begin terug opnieuw. 21 delen door 6. Hoeveel keer kan 6 in 21? Ik zoek 21. Ah, dat ligt hier. Dus 6 kan daar 3 keer in. Want 21 zit niet in de taal. 3 keer. Ik controleer met de maal. 3 maal 6 is 18. Min 21 min 18. Ik ga daar niet beginnen cijferen. Ik ga dat gewoon op mijn hoofd doen. 21 min 18, dat is 3. Wat? En dan moet ik mijn volgende getalletje laten zakken. Voilà. 34. Begin terug van boven delen. 34 deel door 6. Of hoeveel keer kan 6 in 34? 34 zit niet in de tafel. Ik zoek waar dat tussen ligt. Hier. Hoeveel keer kan 6 daarin? 5 keer. 6 kan 5 keer in 34. Dan doe ik maal. 5 maal 6. 30 min 34 min 30 is 4. En ik wil mijn volgend getalletje laten zakken, maar er is geen meer. Dus ik ben klaar met mijn oefening. Dit is de oplossing. 135 is uw quotient, uw oplossing van uw deling. Dit is uw rest, wat je over hebt. Ik weet het is echt super moeilijk deling. Dus ik ga nog een extra filmpje opzetten met extra oefeningen. Denk je van, ik snap het eigenlijk al. Dan moet je dat niet meer bekijken. Cijferen doen we met potlood. Als je dan een fout hebt, kan het uitgehoopt worden. Nooit met balpen of stift. Altijd met
potlood.